Yo kijkers van Die Games, leuk jullie kijken naar gewoon een gloednieuwe aflevering. En zoals jullie nu al kunnen zien, zien jullie niet Minecraft of zo. Jullie zien gewoon een keertje PES 2016. En wat gaat dat betekenen? Nou, dat zal ik jullie gewoon heel makkelijk uitleggen. Ik ga ook gewoon nu op de PlayStation opnemen. Dus jullie kunnen van mij PES 2016 verwachten. Wat jullie nu gewoon op de achtergrond zien. Ik had gewoon een potje gedaan. Ik dacht, lijkt me wel leuk om dat ook gewoon op te nemen. En dan daaronder gewoon uitleg te geven wat mijn plannen zijn voor mijn Dio Games. En ik ga ook, GTA doe ik niet alleen. PES zal ik ook, ga ik ook gewoon een eigen serie mee starten. Misschien ook nog wel een serie met anderen. Maar zoals ik nu weet, PES ga ik alleen doen. En GTA 5 natuurlijk, ga ik gewoon met Thomas en Niels doen. Niet met Jorn en Gerwin. Maar ik weet niet of wij precies hetzelfde gaan doen. Dat heb ik nog helemaal geen idee van. Maar ja, dat is het enige wat ik zou wat ik kan vertellen. Dus ja, meer heb ik ook weer niet. Nee. Lekker doelpuntje op geslaat dan. Die was. Oh nee, dat was de eerste. Ja, dat. Die viel best wel tegen, vind ik. Vond ik. Maar dat is gewoon een bug in PES. De keeper, ja. Verder had ik al een paar potjes opgenomen, maar ik dacht van, ik pak de leukste daaruit en deze vond ik wel leuk. Hier komt Olympic Lyon heel mooi langs. Ik ga counteren, zoals ik nog weet. Ja, ja. Maura. Heerlijk, kom op. Geef hem op Zlatan. Ja. En Lop. Echt, dit vond ik zo'n mooie goal. Maar Zlatan vind ik gewoon zelf ook gewoon een hele goede speler. Ik vind het zo jammer dat ik hem gewoon niet op PES Online, hè, mijn club. Want ik vind hem zo'n gave speler. Gewoon super sterk. Goed schot. Gewoon een geweldige speler vind ik. Hij is niet de snelste, dat begrijp ik ook nog wel. Maar op PES is hij echt veel beter, denk ik, dan FIFA 16. Maar ik denk dat de meeste mensen die... De meeste mensen spelen natuurlijk FIFA. Nou, en daar zijn de servers. Ik heb zelf FIFA 16 gehad, maar dat heb ik gewoon ingeruild. Omdat ik vond, ja, bij mij werkte het niet. Anders had ik FIFA 16 opgenomen. Maar ik ook had misschien wel een leukere serie kunnen maken. Maar ik vind PES vind ik zelf gewoon heel leuk om op te nemen. Hier. Ja, slechte aanname. Slechte aanname geslaagd dan. Ja. Uh-oh. Ja, slecht. Dan gaan wij weer counteren. Ik speel best wel veel de counter zoals ik nu zie. Heerlijk. Ja, nee, ja, dat was gewoon een dom trucje. Maar ik vind het wel grappig. Lavezzi is natuurlijk... Als het goed is Lavezzi niet meer... speelt hij niet meer bij Paris Saint-Germain. Hij is naar... naar Chinese club gegaan. Maar zeker niet heel slecht. Ja, dat moet ik niet zeggen. Hij was wel slecht. Tolisso, Ferry. Ja, ik vind dat... Ik vind topspelen, kan ik wel. Alleen ik vind het altijd wel heel irritant. Die Maria ook gewoon een heerlijk speler. Heb ik ook in mijn... In online club. Bam. What the fuck slaat dan? Die moet je toch gewoon inkoppen met je 1,90 meter of zo. Of hoger. Maar deze bal begreep ik ook niet zo. sorry als ik heel veel hoest tijdens de opname. Ik ben echt best wel beroerd. Motta, hè. Ik vind zelf dat hij nog best wel goede longshots kan nemen. Want dit was een heerlijk schotje hoor. Daar vond ik helemaal niks aan te merken. Corner van die Maria. Ik vind hem er niet de beste in, maar... Ja, nou, bam, Maura en bam. Dat is zo vervelend, die man op die lijn. Van de Wiel, ons Nederlandse spelertje. Heerlijk, Motta weer. Ik vind Motta echt... Hij is heel sloom, dat klopt. Maar verder vind ik hem ook gewoon sterk. Kan redelijk schieten. Ja. Op FIFA heb ik hem ook wel eens gehad. En daar kan hij ook gewoon goed schieten, hoor. Nou, vrije trap door Lavezzi. Ik dacht dat Zlatan hem wel erin zou trappen. Nou ja, redelijke afstand, 33 meter. Maar die keeper zat er goed bij hier. Echt een hele goede redding, had ik niet verwacht. Ik dacht van hij gaat naast of zo, maar... De keeper had hem heel goed. Ik weet niet of hij dan gezeten had, maar ja, die Marie. Oh, Maura! Maura, goed zo. Bijna. En waarom ik het niet... Ik zou het liefst gewoon live commentary doen, want dat vind ik zelf ook spannender. Maar mijn stem is echt naar de klote, joh. Sorry als ik kloot zeg, maar het is gewoon heel vervelend hoe ik mij voel.
Maar ik vind het wel leuk toen ik. Ik heb best wel heel lang raar gezeten. Hier, Lacazette. Goed verdedigen. Hier, dit was dom ingeleverd. Maar we veroveren. Ik weet niet wat daar gebeurt. Motta heel veel de bal, zo te zien. Wat gaat hij doen? Zlatan, diep op Zlatan. Zlatan, sliding, ja. Kijk, dat is wel zo jammer. Hij is niet echt snel. Ook niet heel lenig, maar kan echt heel goed. Dit is Lacazette, hè. Die flip zo door. En Sirigu kan er gewoon net niet bij. Maar ik vind Sirigu is ook gewoon een hele goede keeper. Maar ja, je kan ook niet heel veel doen als 1 op 1 is natuurlijk. Ja. Ja, ik weet niet of jullie het gezien, maar ik snap gewoon niet waarom ze niet op tv gisteren. Dat was bij mij gisteren. Ik weet niet of ik hem die dag daarna upload. Maar ik speelde Juventus tegen Bayern. Ik snap gewoon niet dat ze dat niet uitgezonden hebben. Dat is echt een hele leuke wedstrijd. Gewoon echt heel spannend. Dan snap ik niet waarom ze Barcelona-Arsenal doen. Want ik verwacht meer dat Barcelona wint. Nou ja, Bayern München scoort 90ste minuut gewoon nog, ja. En dan ga je de verlenging in. Maar we gaan weer verder. Tolisso, redelijk spelen. Die heb ik ook gehad. Pardon. Ik vind Olympique Lyon helemaal niet zo'n slechte club, maar... Ja, het is best wel duidelijker. Hier, heerlijk die man. Nee, Mauro. Hier, Zlatan. Ja, dan... Kijk, dit is dan weer het vervelende aan hem. Hij is net niet snel genoeg om bij die bal te kunnen komen. En dat is gewoon jammer. Hij kan gewoon net niet bij die bal komen. Ja, en dat is... Oh. Ja, hier komt hij redelijk goed door. Maar ja, geweldig. Dat is mooi voetbal. Jalet. Ik vind Motta gewoon een hele fijne speler. Hij heeft helemaal niet zo'n hoge rating. Luis. David Luis. Goeie verdediger. Is, ja, heerlijk op Zlatan geven. Ja, en dan dit. Ja, dit moet je gewoon in een hoekje finessen. Zo logisch. Dan denk je van, oké, finessen. Dat heb je ook wel op FIFA, zoals ik zie. Soms zien. Dan gaat hij gewoon in het midden. Dan denk je van, what the fuck. Want je verwacht gewoon dat hij dan in de kruising gaat of laag. Nou, dit was gevaarlijk. Pop. Lekker. Ja, dit is gewoon een hele slechte uittrap van Sirigu. Wat verrat hij? Klein, maar ook niet fysiek heel sterk, dacht ik. Maar dit is weer helemaal goed. Ja, dit is gewoon hopeloos. Ja, ik had gedacht van Slater gaat wel wat diep lopen, maar... Hier terug naar de keeper, ja. Man. En hier gingen we af goed nemen. Nee. Slater dan. 2-1, ja. Oh, een verdediger toch? Ben ik nog sterk? Di Maria, heerlijk. Redelijk paas op David Luiz. Hele slechte paas op Verratti dan gewoon geven. Dardère, hoe je het ook uitspreekt. Dit is zeker geen slechte bal. Maar goed, verdedigd Thiago Silva. Ik weet niet wat voor rating hij mee had. Dat is best wel tijd terug dat ik dit opgenomen heb vandaag. Maar, ja, Thiago Silva, wat doe jij nou, man? Yo, kijk, maar dit ook gewoon. Dus moet je zien hoe die Zlatan dribbelt en bam. Vrij trap. Ja, nee. Hij kan ook gewoon nog goed dribbelen ook. Hij dribbelt ze gewoon helemaal uit. Nou, en dan wordt dit wel spannend. Meestal trap ik ze hier van hier wel in, maar ik heb nog nooit echt een vrije trap met Zlatan aangenomen. Ja, als het goed is in deze jaar. Kijk, wat? Echt net over. Als hij erin zat, was ik echt heel blij. Want ik eerste helft speelde ik echt heel goed. In de tweede helft gebeurt er niet heel veel. Maura? Ja, Lucas Maura. Ja. Ik kan niet, op die verzet je bij Lucas. Op L Maura. Dat gebruik ik als achterna. Oh, slaat al. Vies. Maar dit had ik niet verwacht. Gewoon meteen door. Nou, hier zit deze wel goed, ja. Maar ja, met geluk aan die bal komen. Ja, ik kan niet... hele goede paas. Gewoon een heel goede paas, denk ik. Ja, hier. Gewoon hop, Sirigu. Wat een redding. Echt. Hier, Motta. Hop, geef hem heel netjes. Krappie. Op Maura gaat rennen. Dribbelt er heerlijk langs. Ja, dan komt hij net bij Lavetti met een beetje geluk. Maar dan verliest hij weer net de bal. Echt, ze verdedigen heel goed hoor.
Heerlijk sliding. Komen net niet bij of wel? Nee, kijk, zie je? Ah. Ik had nog wel een paar doelpuntjes meer willen maken. Kom op. Ja, dit is weer echt. Ze spelen heel veel van flanken, hè? Olympic Lyon. Weer die verdediger. Dat is echt een verdediger, dacht ik hoor. Ik zal eens even een keertje opzoeken, maar. Slaat dan op middenveld en dan Mauro. En hier. Heerlijke bal, Blavetti, goed gezien. Ja, dan denk je van dit moet hij afmaken. Ja. Wou ik naar binnen kappen. En misschien was dat niet het slimste wat ik kon doen. Echt, dat was het niet slim wat ik kon doen. Ja, nee. Courtois. Slaat hem. Hoe kom je aan die bal, denk ik dan? Zo goed. Ik vind hem zo'n goede speler. Je dribbelt gewoon goed langs. En ja. Iets te hard. Iets te hard. Iets te lang ingedrukt. Dat is een heel groot verschil met FIFA PES. Met PES moet je veel lichter. Is het veel lichter, niet heel zwaar. Ja, Lopez. Ook een goede keeper. Morel. Ja, maar sorry mensen, dat ik niet heel blij klink. Maar ik vond het wel gewoon leuk om even iets op te nemen. En dan ga ik het gewoon zo snel mogelijk renderen. Komt zo snel mogelijk online. Ik hoop gewoon op vandaag. Ja, dit is goed gespeeld, lekker zeg. En dan denk ik van waarom geef je hem niet hier? Kijk. Hij had gewoon kunnen afgeven en dan scoorden ze gewoon. En nu was het gewoon... Ja, nu was het gewoon even bal bezit houden en dan is het klaar. Ja. Zo makkelijk is het. Maar ik hoop dat jullie dit... Ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden wat ik ga doen. Ik weet zeker dat deze aflevering helemaal niet zo leuk was. Maar ik vond het gewoon leuk. En dan zeg ik laters.